Als jonge vrouw kreeg ik op nieuwjaar altijd dezelfde vraag van de familie. En nog geen lief? Ik ging wel op zoek, maar bij elk kandidaat lief vroeg ik mij af: is dit echt wat ik wil? Misschien was een religieus leven meer iets voor mij. Om dat te onderzoeken bezocht ik enkele kloosters, maar zonder succes. Bij het buitengaan had ik altijd het gevoel: die nonnen, dat is niets voor mij. Ik ga mij hier niet opsluiten en in het rijtje lopen. Niet veel later ging ik met enkele vrienden op weekend naar het Heidepark in Waasmünster. Iemand stelde voor om naar een nieuwe abdij in de buurt te gaan kijken, de Rozenbergabdij. De architectuur zou heel bijzonder zijn, werd gezegd, onwaarschijnlijk sober. Ik zie mezelf nog zitten op de achterbank van het WPK'tje. Het was een zondagochtend. Het ging er jolig aan toe. De Rozenbergabdij sprak me meteen aan. Maar binnen in de kerk was ik pas echt aan de grond genageld. De zon speelde in de ruimte. De grijstinten van de betonmuren kwamen helemaal tot leven. Ongelooflijk. En toen wist ik het heel zeker. Dit zou mijn weg zijn. Hier, op deze plek, zou ik kloosterzuster worden. Ik huiverde van mijn eigen vurigheid. In deze totaal onthechte architectuur binnenstappen was ook breken met mijn vrolijk en onbekommerd leven, hier en nu. Een jaar na mijn intrede kwam een goede vriend langs in de abdij. Hij vond me in de struiken, ik was bessen aan het plukken. Lachen. Blijkbaar had ik mijn vrolijke zelf dan toch niet hoeven achter te laten.